Kevin Lotte van Westfalen hier. Leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van ARK Survival Evolved. We zijn terug in de wereld en er is een heleboel veranderd na de laatste aflevering. Zoals ik al gezegd heb, zoals wij eigenlijk gedaan hebben in de vorige aflevering, wij zijn verhuisd. Wij zijn verhuisd van ons oude huis naar onze nieuwe plek, ons eilandje. En ik heb al mijn dino's en al mijn spullen overgebracht van het ene naar het andere eiland en ik heb een heel huis gebouwd. Dit heb ik niet in de video gedaan. Waarom? Omdat het veel te lang zou duren in de video. En aangezien ik bouwen heel erg... Ja, bouwen in ARK... Hoe moet ik het zeggen? Bouwen in ARK is een beetje apart. Heel vaak lukt het wel, maar op sommige momenten lukt het bouwen niet. Dat is gewoon hoe ARK werkt. En bouwen in ARK is niet het beste in de game. Dus ja, wat ik vaak het liefst doe is... Ik ga 2 uurtjes achter ARK zitten... Lekker muziekje op en ik bouw wat. En ik tem wat diertjes die ik niet in de video wil gaan temmen en zo. Dat heb ik allemaal gedaan. En dat vind ik gewoon leuk aan de game. En dat houdt de game voor mij ook leuk om zoiets te doen. Zijn jullie er klaar voor om mijn huis te zien? Oké. Okay. Hier staan we dan met ons geweldige uitzicht. Met een mooie metaal eilandschedel ding. Red Force aan deze kant. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Tada! Welkom bij ons huis. Dit is ons mooie huis. Daar zien we onze raft. En hier stond alles hier voor, maar ik heb alles netjes opgeruimd. Dit is ons huis. Het is geen heel groot en apart huis. Dat heb ik extra gekozen om het niet te doen. Waarom? Ik weet dat er mensen zijn die ARK spelen. En die bouwen enorm fantastische en mooie huizen en zo. Enorm groot en enorm mooi. Natuurlijk vind ik het heel mooi als een huis in ARK heel mooi is. Maar... Oké, okay. Laat ik zeggen, ik bouw een enorm groot huis. Grote torens, heel veel grote ruimtes en alles en zo. Oké, okay. Daar heb ik dat uren en uren tijd in gestoken. En dan heb je een huis en je gaat een bepaald gedeelte van het huis gebruiken. De rest van de ruimte gebruik je niet. Dat heb ik gemerkt in het vorige seizoen. In het eerste seizoen hadden we een huis met 2 verdiepingen. En de eerste verdieping gebruikte ik eigenlijk amper. Dus heb ik hier ook gedaan. Dit is het huis. Het huis ziet aan alle kanten hetzelfde uit. Wat ik heb gedaan is, ik heb in elke hoek een trap geplaatst. Dus we kunnen eigenlijk in elke hoek kunnen wij nu naar boven gaan. Voor dat heb ik hier allemaal mooie ramen ingemaakt. En hier kan ik een trap omhoog. En hier ben je op de top. Je moet niet al te hard van de trap afgaan. Want ik ben al in die hoek vast komen te zitten. En dan moet je de muur afbreken. En dan kom je er tussen. Nou, dus hier. Dit is ons space. Hier gaan we eigenlijk alles doen. We hebben hier zoveel ruimte. Ik kan hier zoveel dingen doen in deze ruimte hier. Dan gaan we even naar boven. Wat ik hieronder ga doen. Ik weet niet wat hieronder kan doen. Weet ik veel, misschien kunnen we hier een keer een dino plaatsen wanneer we die straf willen geven. I don't know. Dan hebben we hier een adjectivus. En ik heb gezegd tegen jullie, we gaan in de video een adjectivus stemmen. Maar ik wil een heleboel dino's van mijn raft in een bepaalde plek hebben. Waar laat ik je ze daar wel zien? En zonder een adjectivus is dat aardig lastig, want dus moeten ze achter je aanlopen en lopen ze zelf weer vast. Tegen een boom of tegen een steen of tegen je huis. Dat wil je niet hebben. Dus... heb ik besloten om een adjectivus te temmen. Hij was aan level 5 toen ik hem temde. Ik temde hem bij die 2 grote rotsen daar. Daarachter in het bos. Daar vond ik hem. Daarvan oké. Okay, nou, ik heb er eentje nodig. Dat is level 5. Het boeit me niet heel veel. Maar ik tem hem wel gewoon. Nou, getemd binnen 5 minuten was hij van mij. Ik vlieg met hem hierheen. Maak een zadeltje. En ja. Oké. Okay, dat was het dan. Dat was al van adjectivus. Maar toen gebeurde iets anders. Ik was op zoek naar... Waar was ik toch naar op zoek? Volgens mij een raptor. Een female raptor. Ik had een male raptor. En ik heb nog een female nodig. Waarom? Eieren. Eieren zijn belangrijk. En voor de kibbel. En ik had ze gewoon nodig. Dus ik was aan het zoeken. Ik dacht, yes. Female raptor. Dacht ik, yes, een raptor. Oké. Okay. Ik ga even mijn ding gebruiken. Dit ding gebruiken. En ik kijk zo. Level 1. Alpha raptor. Oké. Okay. En deze... Ah, het is level 9 toen. En ik dacht van, oké, okay, dit is level 1. Laat kijken wat deze adjectivus kan. En ik volgde. Het duurde 15 minuten. En hij was dood. Level 1. En deze adjectivus had hem gekild. Natuurlijk kan ik hem zelf killen. Voor de XP. Maar aangezien ik na het bouwen van mijn huis al level 67 ben. Vind ik het niet echt nodig om alvast te killen voor XP. Dan wil ik beter mijn dino's hem laten killen. En toen dacht ik van, hey... Ik had in seizoen 1 had ik een adjectivus die heette Alpha Killen. Waarom? Omdat die adjectivus zo'n hoge melee damage had. Dat hij gewoon elke Alpha kon killen die er was. Elke Alpha Raptor kon killen die er was. En deze adjectivus heeft dat nou net ook gedaan.
Dus wat we gaan doen, even aan het begin van deze aflevering. Wij gaan hem de naam geven. Alpha Killer. Wacht, ja. V2. Alpha Killer versie 2. Dit is onze nieuwe Alpha Killer. We gaan nu naar stats kijken. De stats is melee damage niet heel hoog, maar ik ben het de hele tijd aan het omhoog gaan. Eerst moet de stamina 1000 worden en de health 500-600. En dan gaan we de hele tijd, wanneer die 1000 is, gaan we de hele tijd health, melee damage, de hele tijd afwisselen. Waarom? Dit gaat een beest worden. Hij was een laag level, ik weet het. Maar we gaan hem gewoon gebruiken voor alfa's te killen. Dus ik ga gewoon te levelen, dingen met hem doren en heel te levelen. En ja. Maar we gaan natuurlijk nog wel een goede antiteef zoeken. Een goede voor transportatie. Gewoon ergens heen te gaan. Echt een goede, met goede stamina, met goede movement speed. Dat wij ergens kunnen komen. En we hebben natuurlijk eentje nog met een heel hoog stamina als wij een kwetsel gaan temmen. Maar daar kom ik later nog terug. Dus wat gaan we in de rest van deze aflevering doen? Nou, we gaan eerst even hier kijken. Hier zijn de Dodo's. Hier zijn een aantal Dylos. Ik had twee male Dylos. Twee mannetjes. En ik heb even twee vrouwtjes getemd. Ook neergezet, want nu kunnen ze ook eieren leggen. En een Capro heeft een ei gelegd. Holy shit, dit is een Capro ei. Ik heb geen idee wat je kan temmen met een Capro ei. Maar een Capro legt dus een ei zonder een mannetje erbij. Oké. Dit is een schorpioen die ik heb getemd. En deze skorpioen heeft bijna 200 aan melee damage. Dus deze gaan we gebruiken voor de kwetsel temmen. Nou, dan hebben we hier Bella en hier een Stego. Dit is een heel apart gebouw, maar dit is een temhok. Ik pak een archief, bijvoorbeeld een raptor. Ik gooi hem hierin en ik kan hier lekker staan en ik kan hem temmen. Dat heb ik met een aantal skorpioenen gedaan en met een raptor heb ik dat gedaan. En ja, zo gaan we het nog heel makkelijk doen. En dan denk je, wat is dit in godsnaam? Dit is een egg farm. Oftewel een eifarm. Wat je hier zo doet, is je zet je dino's. Ik moet hier nog wel wat muren boven plaatsen. Anders kijk je niet. Nu kun je zien dat ze de half tegenaan komen. Zoals je ziet, je kunt die dino's opzetten. Ze poepen en ze leggen een ei. En die dingen rollen dan naar beneden. Sommige eieren blijven half liggen hier. Vooral bij de schorpioenen. Kijk, zoals je hier ziet, alles rolt naar beneden. En wat ik kan doen, ik kan gewoon oppakken. Anders moet ik elke keer door mijn hurken gaan. En er is nog steeds een glitch in Ark wanneer ik nu door mijn hurken ga. Dat zie je. Ik kan nog niks meer doen. Ik zit vast nu. Kijk. Oké. Zie je? Ik zit vast. Ik moet op mijn hurk het gebouw uitlopen. Anders kan ik niet meer weg. Dus dat is een glitch in Ark. En ja. Dus daarom doen we dat. Kijk. Eieren en poep rollen gewoon naar beneden. Uiteindelijk wil dit hier, wil ik eigenlijk hier twee meer female scorpioenen hebben. En voor de rest kunnen hier nog andere dino's bij. Ik heb geen idee wat voor dino's. Nee, maar dit is eigenlijk gewoon een plek waar wij dino's neerzetten voor eieren. Daar komt het eigenlijk op neer. En voor de rest is er niet echt heel veel anders wat ik kan laten zien. Wat meer is er niet. Dus hier staan onze T-Rexes. Ik moet nog zadel maken, want ik wil ze hier daar neer gaan zetten. Maar ik probeerde ze hier tussendoor te krijgen. Ze liepen overal tegenaan. Dus T-Rexes zijn niet de slimste. Nou, wat gaan we in deze aflevering doen? Wij gaan in deze aflevering mijn huis inrichten. Want zoals je ziet, alles is leeg. Alles zit nog op mijn raft. Als mijn raft nog zou ontploffen, ben ik alles kwijt wat ik heb. Komt eigenlijk op neer. Behalve het spul dat ik bij me heb. Maar dan ben ik echt alles kwijt. Dus ik wil hier mijn huis gaan inrichten. Dus we gaan een smithy maken. Fortjes. Kasten. We gaan de komende aflevering ook gaan beginnen aan een... even kijken. Hier aan. Even kijken. Electrical generator. Electrical cables. Electrical outlets. Die we er allemaal hebben. Ja, dus daar gaan we aan beginnen. Dan gaan we ook beginnen aan een, even kijken, fabricator. Ja. En, hoe heet dat ding toch? Ik moet even naar beneden scrollen. Andere apparaat. Beneden is een metal wall. Een beer barrel. Hebben we ook nodig. Waarom? Er is een nieuwe dino. Die heet ook een Diplo. Afkorting, want de dino is ook Diplo. En die kun je alleen temmen met bier. Dus je kunt hem alleen bier geven om te temmen. Dus we hebben bier nodig. Dus moeten we dat daarin gaan maken. Maar dan komt binnenkort ook op. Ah, hier een industrial grill hebben we nodig. En dat is het dan denk ik wel een beetje voor nu. Oh, een refrigerator. Hebben we ook nodig. Dat is een koelkast. En dat is het een beetje. Ja. We kunnen al deze dingen nog niet maken. Waarom? Wij hebben geen metal. Ik wil eigenlijk allemaal op neer. Dus wat gaan we eerst doen? Wij gaan even kijken naar een forge. Ja. Waar wil ik de forges plaatsen? Ik wil forges wil ik eigenlijk... Even kijken, hier wil ik mijn smithy hier zo voorzetten. Dat is wat ik wil hier eigenlijk smithy in het midden. En fabricate en smithy naast elkaar. En de forges wil ik hier denk ik hebben zo.
Hier wil ik fortjes hebben. En hier. Ja, dat is wat ik bedoel. Hoeveel fortjes wil ik hebben? 1, 2, 3, 4, 8 ongeveer. Oké, 8 fortjes nodig. Wat heb ik nodig voor de fortjes? Hide, stone, float. Oh, nou, oké. Ik ga even 8 fortjes maken. En jullie zien me weer terug wanneer ik 8 fortjes heb gemaakt. Weer terug. Ik heb in totaal heb ik er 6. Want ik kan er niet meer maken. Goed, de reden ervan is heel simpel. Ik heb geen hide meer. Dus ik moet eerst vasteland dingen doden. Maar met 6 komen wij nu toe wel verder. Oké, ik wil jou mooi hier plaatsen zo. Oké, nou dat had beter gekund, maar... Oké. We gaan ze wel voor de ruiten plaatsen. Dat vind ik een beetje jammer. Maar oké. Is niet zo erg. Zo, en... Dan moet ik hier nog eentje plaatsen. Zo, en hier nog één. Oké, perfect. Nou, en dan wil ik die twee wil ik hier neer gaan zetten, zo. Hier naast elkaar. Of nee, ik wil ze hier zo naast elkaar gaan zetten. En denk je van, als we hier dit... Is, dit worden twee fortjes die alleen gebruikt gaan worden voor... fuel. Voor fuel, voor fabricaten en voor al die andere dingen. Die worden eigenlijk alleen maar daarvoor gebruikt. Wat ik dan even ga doen, is ik heb even hout nodig. Ja, een heleboel hout. Liefst, deze ding kunnen we even weghalen. Ja, deze ook. Dat is genoeg hout. En dan gaan we die eventjes in één van de fortjes zetten. Want ik heb iets van 200 raw metal. En die moet even allemaal worden... die moet even allemaal worden... Gesmolten. Ik ben een starving. Ik wil even wat eten. Kan dat? Nice. Oké. Dan ga ik even de metal halen. Dat is voor 200 nog wat stuks of zo. Dat zijn hier een heleboel trilobites op het eiland. Dus als we een keer kiten nodig hebben, gewoon simpelweg een trilobite killen. Dit zijn er 6. En waar is de rest? Nou, ik weet al wat ze zijn. Er zit een andere kist. Kijk, is hier nog meer raw metal tussen? Nee. Oké. Hier zit er metal in, of niet? Yep. Oké, ik ben veel te zwaar waarschijnlijk. Yep, ik ben veel te zwaar. Oké, kan ik de helft meenemen? Ik kan de helft meenemen, oké. Nou, we gaan even de metal erin zetten. Dan moet ik voor 2 keer lopen. Maar ik ben helemaal out of metal. Dus ik kan geen fabricate, ik kan niks maken. Ik kan zelfs geen smithy maken. Dus ik moet even gauw wat metal... ik heb even gauw 5 metal ingots nodig. Dus light the fire. Oké. Nice. Wat we ondertussen kunnen doen als we wachten op de metal. Voor het smelt ga ik eventjes wat meer kasten maken. Spullen op kunnen slaan. Ik ga een tafel maken. Of 2 tafels maken. En dan gaan wij dinges maken. Gaan wij... hoe heet die dingen? Dingen voor narcotics gaan we maken. En ja. Ik zie je zo dadelijk weer terug, want het huis bijna klaar is met inrichten. Ik wil even de crystals gaan halen. En... Oh my god, Archie. Oh my god. Remote use. Even healen. Ik wil niet kwijtraken. Oké. Kan ik nu rustig even een paar crystals minen, game? Oké. Kan ik rustig een aantal crystals minen zonder iets mee gaan aanvallen? Ziet er wel uit. Thank you, game. Thank you. Oké. Ik heb een paar crystals nodig. Want ons huis is bijna af. We zijn nu bezig met het maken van een fabricator. En daar heb ik crystals voor nodig. De stone kan weg, maar de stone hoef ik niet te hebben. Okay, let's go, Archie. Er is een vleermuis. En hier wil hier niet beneden invallen. Want dat zit lava. Dus dat willen we niet hebben. We zijn op de top van de mooie schedelberg. Ja, schedelberg ding. Ik heb geen idee hoe je het noemt. We vliegen even terug richting ons huis. Mooi, kijk, we waren hier bovenop. Ik heb een smithy gemaakt, ik heb fortjes gemaakt, ik heb een metal gesmolten. Ik heb eigenlijk alles gedaan wat we nu konden. We gaan een fabricator maken, zodat wij een apparaat ding kunnen maken. Ik heb geen idee hoe het ding nu heet. Weet ik niet meer. Die hebben we nodig, want ik kan eigenlijk zoveel mogelijk vlees maken. Dan gaan we voor een electrical generator, binnenkort. Ik denk de volgende aflevering al. En dan gaan we voor de koelkast. Ik wil 2 koelkasten hebben. 1 koelkast. Twee electrical generators. En 2 koelkasten. 1 electrical generator en een koelkast. Of een refrigerator, zoals je zegt in het Engels. Gewoon in mijn huis. En eentje in
koelkast en generator in het eipaleis ding. Ja, het eipaleis. Het gebouw, ons eifarm, eggfarm, daar wil ik eentje hebben, zodat alle eieren daarin kunnen stoppen, want het worden er wel veel. Dus daarom. Oké, laten we... We zijn bijna thuis. Een autotift is wel veel langzamer dan een pterodon. Maar ja. We gaan eens binnenkort proberen voor eerst een kwetsel te temmen. Kwetsels zijn wel enorm en enorm... hoe moet ik het zeggen? Ze zijn enorm en enorm zeldzaam in de centen. Ik heb in de hele tijd dat ik hier speel iets van 2-3 kwetsels gevonden. Of gezien. En... Ik was gisteren een keer voor een lol op zoek naar kwetsels. Ik heb bijna de hele map afgezocht. Ik heb ze niet gevonden. Dus ik weet niet precies waar ze zitten. Ik heb de wiki geraadpleegd. Ik heb daar gekeken. Ik kon ze niet vinden. Dus ik weet niet hoe we dat gaan doen. Nee, want ik ga straks geen uur of 2 uur zoeken naar een kwetsel. En dan eindelijk iets vinden. En dat dan opnemen. En een kwetsel temmen duurt ook sowieso een uur. Maximaal, minimaal een uur. Dus vaak wel 2 uur. Dus vorige keer duurde het zelfs 2 uur. Dus ja, het zou ook zo kunnen zijn dat zomaar een keer een aflevering in het begin ik een kwetsel laat zien dat ik die getemd heb offscreen, maar dat ik iets tegenkom. Want dat, wat ik waarschijnlijk ga doen, ik neem altijd boel narcotics, twank arrows en tripwire hooks mee wanneer ik echt naartoe ga met mijn archetypes. Zodat ik een kwetsel kan temmen. Nog niet nu, want ik heb natuurlijk nog geen archetypes. Geen goede archetypes. Fabricaten, prima. We gaan jou plaatsen direct hiernaast. Even kijken. Zo zit je in de muur. Even kijken. Oh. Ik wil rechts staan. Perfect. Nou, ik wil alleen dit jammer. Dit vind ik een beetje jammer. Maar... Ja, ik kon er blijkbaar niet verder naar voren plaatsen. Ik weet niet waarom. Maar we hebben zelf een electrical of een fabricator. Structures. Cooking. Wat heb ik jou nodig? 200 metal ingots. 200 metal ingots. Hoeveel freaking metal ingots heb ik? 49 heb ik er. Dat wordt hem nog niet. Dat wordt hem nog niet. Wat heb ik nodig voor... 25. Dat valt dus mee. En wat heb ik nodig voor jou? 120. En ik heb polymer nodig. Dus ik heb obsidian nodig. Oké. We hebben iets te doen voor de volgende aflevering. We gaan al die dingen de volgende aflevering maken. Dus ik zorg dat we materialen hebben en zo voor de volgende aflevering. En dan gaan we de volgende aflevering allemaal maken. Maar ik heb hier wat kisten en alles neergezet. En hier zijn alle spul voor. Dit is een narcotics tafel. En dit is dan de spark powder en gunpowder tafel. Dus dat hebben we allemaal mooi geregeld. Ja, en het is dan een beetje... Voor mij heb ik alle metal hier uitgehaald, of niet? We hebben eventueel wat charcoal. Dat hebben we nodig voor ammo voor geweren. En ja, dat is het dan. Oké. Nou, hierbij ga ik deze aflevering van Ark Survival Evolved afsluiten. We zijn helemaal, als huis is ingericht, we zijn er helemaal klaar voor. Leer wat ik moet doen, ik moet verlichting aanbrengen, torches en zo. Ik ga even een mod installeren op mijn ark, zodat de torches eigenlijk altijd blijven branden. Want dat is natuurlijk handig. Ik blijf altijd alles verlicht en zo, dus heel handig. Dus dit is het einde van deze aflevering van Ark Survival Evolved. Voor deze aflevering natuurlijk leuk, laat dan een like achter. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik jullie allemaal weer terug in de volgende aflevering van Ark. Survival Evolved.